Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij verwacht na 4 maanden dat er een overschot van eieren zal zijn op de Surinaamse markt. Dat maakt het ministerie bekend via het Nationaal Informatieinstituut, NII. Minister Robin Permisser had vorige week een onderhoud met het bestuur van de associatie Pluimveesector Suriname, APSS. De organisatie, die vertegenwoordigd was door Nimchand Kanhai, presenteerde de laatste cijfers van de pluimveesector. Voor de eerste helft van 2019 zit de sector reeds met 263.000 legkuikens. Voorts heeft het bestuur van APSS de aandacht gevraagd voor de smokkel van eieren richting de Franse kant. Een van de directe gevolgen hiervan is dat de prijs van eieren omhoog schiet. Samen met het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme worden er stappen genomen om de prijs van een ei die nu schommelt tussen 1 SRD en 25 cent en 2 SRD onder controle te brengen. Indien geen oplossing gevonden is voor dit vraagstuk, zal de overheid moeten inspringen.